De laatste tenten worden afgebroken op het festivalterrein in de Hollandse Biesbos. Gisteren eindigde het festival dat donderdag begon. Streven is om ieder jaar meer toeschouwers te trekken. Nou, we hebben 95% bezettingsgraad. Dus we kunnen eigenlijk niet meer bezoekers kwijt. Op zondag konden we geen kaartjes meer verkopen. Dat betekent dat het festival in de huidige opzet niet kan groeien. Er moet wat veranderen. 5 in plaats van 4 dagen of meer voorstellingen. Vorig jaar hadden we meer voorstellingen. Toen hebben we bedacht dat we toch wat minder voorstellingen wilden programmeren. En dat hebben we dit jaar gedaan. En nu hebben we nee moeten verkopen aan de kassa. Dus we gaan natuurlijk goed evalueren en kijken wat de mogelijkheden zijn. Met 2 keer zoveel voorstellingen lag vorig jaar de bezettingsgraad net onder 80%. Het streefgetal in theaterland. Het zou kunnen zijn dat de groep geïnteresseerden gewoon niet groter is. En het festival in welke vorm dan ook niet meer dan 2 tot 2.500 mensen zal trekken. Maar die conclusie durft de organisatie nog niet aan.